4000 fietsers deden vandaag mee aan de Ride for the Roses. 25, 50, 80 of 120 kilometer op de fiets voor het goede doel, de KWF kankerbestrijding. Iedereen had een eigen reden om mee te doen. We zijn in 2008 een goede vriend van ons verloren van onze tourclub. Ja, mijn vader is eraan overleden natuurlijk en wel meer familie. Het is toch een ziekte die snel genoeg bij je eigen familie kan komen. Dus het is gewoon zaak dat je er een manier van mee bezig blijft. De regen was een kleine spelbreker, maar meer ook niet. Alles voor het goede doel. En die verloren geliefde. Ik rijd mee voor een vriend van me, die is 2 jaar geleden aan kanker overleden en vandaag is zijn verjaardag. De toertocht heeft ruim een ton opgebracht. De tweede etappe van de Delta Tour Zeeland is gewonnen door de Duitser Marcel Kittel. Hij finishte als eerste op de Nansenbaan in Goes en greep daarmee de blauwe trui. De etappe begon eerder op de dag in Middelburg. Zondag wordt de Delta Tour afgesloten met een etappe in Terneuzen. De 54-jarige Bart Costa uit Ierseke wordt sinds donderdag vermist in de Turkse badplaats Marmaris. Hij is daar op vakantie met zijn vrouw. De man had besloten een fietstochtje te maken, maar keerde niet meer terug. Deze schapen staan in de rij om nog geschoren te worden. Vandaag werden op verschillende plekken in Zeeland schaapscheerdersfeesten gehouden. Onder andere hier in Hoofdplaat. En van deze bergwol worden truien gemaakt. De 5e editie van het jazzfestival in Middelburg is van start gegaan. Op verschillende plekken in de stad traden bandjes op. Wat is er leuk aan jazz? Ja, wat is er leuk? Net als andere muziek, denk ik. Ja, muziek is altijd leuk. Het festival duurt nog tot en met maandag en wordt afgesloten door de Amerikaanse band Fun Loving Criminals.